Gramang Albert Abeukoni heeft op donderdag 15 december het Volkstribunaal Tribale Volken Suriname geïnstalleerd te Assidunghopo in Sipaliwini. Het orgaan moet de schending van mensenrechten onder de tribale volken gaan onderzoeken. De Surinaamse wetgeving ondersteunt niet altijd de wetgeving van groepen, maar er zijn toch genoeg mogelijkheden om het recht te zoeken en te vinden. Belangrijk zal zijn om daarbij de juiste instanties op te zoeken. Het Volkstribunaal is dan ook de eerste stap om het Samaka-vonnis dat in 2007 werd uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens tot uitvoer te brengen. Voorzitter Frank King zegt in gesprek met onze redactie dat volgens dit vonnis de tribale volken recht hebben op rechtsbescherming. We gaan doen, we gaan informatie verzamelen van verschillende zaken die mensen bij ons brengen. Die gaan we onderzoeken en die worden voorgelegd aan het tribunaal. Het tribunaal schrijft een rapport. Dat rapport noemen wij een uitspraak. En op basis daarvan zal verder worden gekeken wat met de schenders van mensenrechten moet worden gedaan. Het kan zijn dat wij vragen aan de Surinaamse autoriteiten, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, om betrokkenen te vervolgen. En dat kan ook zijn dat wij de zaak voorleggen aan een andere rechtbank, weer onder andere jurisdictie. Hoe erkend is het? We zijn op dit moment bezig, we zijn pas opgericht. We zijn bezig om erkenning te vragen bij NOAS en bij een andere internationale juristenorganisatie in Engeland, de IBA. King waarschuwt om het Volkstribunaal niet te onderschatten, omdat alle kwesties zullen worden getoetst onder het internationaal recht. Als het tribunaal tot een besluit komt in een bepaalde zaak en het besluit is bijvoorbeeld in het nadeel van een bepaalde persoon, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat wij vragen aan de Surinaamse autoriteiten, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, wil je meneer X vervolgen omdat hij de mensenrechten heeft geschonden. Hij gaat niet vrij uit. En als meneer X bijvoorbeeld verhuist naar een ander land, dan zouden wij dat andere land ook kunnen vragen op basis van de uitspraak van het tribunaal om ook meneer X daar te volgen. Dus meneer X die gaat nooit vrij uit. Gaat het alleen om mensenrechten of gaat het ook om andere kwesties? Het gaat alleen om mensenrechten. Mensenrechten, weet u, de meeste rechten komen voort uit mensenrechten. Laat me een voorbeeld nemen. Als iemand, vervolgd wordt, strafrechtelijk, dan vertrouwt hij erop dat hij recht heeft op een eerlijk proces. Een eerlijk proces, die waarborg, is een mensenrecht. Weet u, dus als er geen vermening is dat dat recht geschonden is en komt bij ons, dan kunnen we gaan onderzoeken in hoeverre hij een eerlijk proces heeft gehad. Als dat niet het geval is, dan zullen wij een advies schrijven, een aanklacht formuleren en dat voorleggen aan de autoriteiten om er iets mee te doen. Bij de installatie maakte Gramang Abeukoni zich er boos over dat de grondenrechten van de inheemsen nog steeds niet zijn erkend. Het land was van de inheemsen. We vechten niet tegen de overheid, maar de overheid moet juist blij zijn dat er mensen zijn die willen helpen om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen, benadrukte de Gramang donderdag. Het Volkstribunaal is een stichting waarin naast Frank King ook de juristen Milton Kastelen en Justina Eduard zitting hebben in het bestuur.